Het is een stevige traditie, de zwemvierdaagse van Dronten in de voorjaarsvakantie. Lekker sportief dus, in plaats van bankhangen. Ja, nieuw dit jaar is dat het voor het eerst is in het Aad de Jonge bad, hè? Nou ja, of dat wennen is, dat vragen we aan Peter Kuipers van de Zuiderzeezwemmers. Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, wat denk je? Wordt het wennen voor de mensen in het nieuwe bad of zal het wel wat meevallen? Nou, ik denk dat voor iedereen wel wordt het nieuwe bad, denk ik. Het is toch totaal anders dan het bad al we gewend zijn. Dus het zal voor iedereen nieuw zijn en wennen zijn, denk ik. Ja, het klinkt of je er al een keer geweest bent. Ik ben er al een keer geweest, ja. Dus we moeten het woord even kijken, even verkennen hoe het bad eruit ziet en zo. Maar ja, toen was het natuurlijk nog niet helemaal klaar. Dus het is gewoon even afwachten wat je tegenkomt, natuurlijk. Ja, en afwachten, geldt het ook voor het aantal aanmeldingen? Zijn er al veel? Of, Nou, wij doen altijd aanmeldingen gewoon op de eerste twee dagen zelf. Dan kunnen mensen uit het zwembad komen en zich aanmelden. Dus het is voor ons altijd een verrassing hoeveel mensen er komen om zich aan te melden. Ja. Okay. En hoeveel baantjes moet je zwemmen? Je mag kiezen tussen 10 baantjes tot 50 baantjes zwemmen. Dus per avond. En dan mag je de hele dag over doen? Nou, je mag daar beginnen om 6 uur en het loopt tot 8 uur. Dus je mag niet de hele dag over doen, maar daar heb je ruim de tijd. Ja, precies. Dus met 10 baantjes dan krijg je toch ook al een medaille, toch? Ja. Jij gaat niet voor die 50? Nee, ik ga voor de medaille. Oh, ja, dan ga je ophangen in mijn slaapkamer. Maar als ik ga meedoen, dan ga ik wel voor die 50 baantjes. Ja, natuurlijk. Oké. Ja. Zeg, hoe werkt het met aanmelden? Moet je dan een beetje van tevoren zijn of komt er gewoon een gezellig rijtje? Nou, dat komt gewoon. Ja, we verwachten iedereen gewoon een beetje rond 6 uur. Maar het ook liefst om 7 uur, dat het een beetje zich verspreidt. En niet iedereen om 6 uur aan de bad staat. En dat er dan een wachtrij bij de baan ontstaat. Dus het zou fijn zijn als de mensen zich een beetje zouden verspreiden over de 2 uur eigenlijk. Ja, maar ik denk wel dat mensen nieuwsgierig zijn natuurlijk, hè, naar het nieuwe bad. Dus wat dat betreft kan het wel eens drukker gaan worden. Ja, precies. Daar hopen we ook eigenlijk een beetje op, mag zeggen. Dus dat inderdaad toch, de mensen, het is niet zo mooi weer. Dus dan heb je toch van mensen van, wat zullen we gaan doen? Nou, nu een zwembad, laten we met de zwembiedaars mee gaan doen. Dus. Ja, maar ik wil nog wel even weten wat het positieve effect in deze geval. Ja, daar komt de vraag van Leo, hoor. Want Leo wil altijd weten hoeveel het kost. Ja, wat kost het, Peter? Het kost een tientje deelname. Dat is geen geld. En dan mag je 4 avonden voor zwemmen en ik krijg een medaille voor. Nou. Ja. 4 avonden lol en een medaille, Leo. Kat in bakkie, ik hoor het, Peter. Veel succes ermee. Dankjewel. Jullie bedankt voor het bellen. Oké, fijne dag. Peter Kuipers dus van Peter Kuipers van de Zuiderzeezwemmers.